Yo, dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien, is het vandaag nog steeds super mooi weer. Want het is de afgelopen dagen gewoon de hele tijd mooi weer. En als het mooi weer is, ja, wat heb je dan nodig? Koud drinken. En ja, dat is nog wel eens een probleem als je bijvoorbeeld naar het strand gaat. Of je zit bijvoorbeeld in Achterstaan en één komen de vrienden langs. En in één keer heb je geen koud drinken. Dus wat ga je vandaag doen? Ik heb voor jullie vandaag twee handige live tips hoe je drink gewoon ijskoud krijgt. Stel je voor, je gaat naar de supermarkt, je koopt een, ja, een treetje bier, om het zo maar te zeggen. Of cola, dat maakt niet uit, het kan alles zijn. En ja, als je het koopt, het is niet koud. Dus wat gaan we dan doen? Nou, eigenlijk is het heel simpel. We halen deze biertjes er even allemaal uit. En eigenlijk gaan we gewoon het doosje gebruiken. Alleen even op een andere manier. Kijk, je draait deze doos om. Stop weer deze mooie tas erin. Vervolgens doe je het bier er gewoon weer in. We hebben weer een zak met ijs. Deze kun je gewoon over bij de supermarkt halen. Oké, nou, zoals jullie kunnen zien, zo makkelijk is het dus. Kijk, op deze manier blijft je bier lekker koud op het strand of waar je ook bent. En, maar ja, mocht je nou op het strand zijn en je hebt geen doosje mee, dan heb ik nog een andere live-up voor jullie. Maar dan moeten we even naar het strand gaan, dus ik zou zeggen, let's go. Oké, we zijn aangekomen op het strand. De volgende live-up is eigenlijk heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk de zak die ik dus net gevuld heb met ijs. Dus de plastic tas vul met ijs, doe de bier in. Je graaft van een gat, stop je erin. En het werkt eigenlijk precies hetzelfde als de vorige. Ja, ik ben hier iets geheims aan het doen, dus jullie mogen het eigenlijk niet zien. Maar wij moeten wel zien. Nee, jullie mogen niet zien. Nee, we moeten zien. Oh, wij willen wel helpen. Nou, ik ben al klaar. Wat heb je gedaan, man? Kijk jongens, als jullie vorige keer naar het strand gaan, hè, jullie nemen bijvoorbeeld een fles kolen mee, dan is het op een gegeven moment toch koud. Ja. Dus wat nou als je een gat graaft, je koopt een zak met ijsklontjes, doet die fles doe je in een zak en gooi de ijs bij. Wat heb je dan? Ijsbier? Nee, koud bier. Nee, ik heb het over cola, hè? Dat is een colafles. Ja, koude cola. Goed zo. Dus dat heb ik hier. Oké. Okay. Dit is niet echt cola, het is meer bier. Ja, dit is bier, maar ik doe het met bier, maar jullie kunnen het met cola doen bijvoorbeeld. Nou, in ieder geval, ja, zoals jullie kunnen zien, er komen in één keer heel veel mensen, dus ik ga snel weg. Dus nou, dit is in ieder geval de ideale manier om koud drinken te krijgen op het strand. Ik zou zeggen, als je voor het een leuke live, doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik in ieder geval bij de volgende video, mensen. Later!